Geachte kijkers, welkom bij Klagemouwen TV vanuit Den Bosch. Vandaag, sektengevolmachtigden zwijgen over de Satan cultus. OTO heet de moderne sekte van de prominenten in Hollywood. Dit staat voor Ordi Templi Orientis of Orientaalse Tempelorde. Kijk man nauwkeuriger achter de coulissen, dan stuit man op de satanist Alistair Crowley, die deze orde doorslaggevend vorm heeft gegeven. Met zijn seksmagie propageerde hij sodomie, drugs, dierenoffers en het drinken van bloed. Ook andere rituele, seksuele en perverse handelingen, vooral het offeren van kinderen, die vaak eindigen met doden. Door deze handelingen uit te voeren, verwachten leden van deze secte intellectuele ontwikkelingen en macht. Met het oog op deze huiveringwekkende feiten. Verwacht men dat de sectenexperts alarm zouden slaan en de bevolking zeer nadrukkelijk zouden waarschuwen? Maar geen spoor daarvan. In het interview met het magazine Friday 20 Minutes bagatelliseren de Duitse sectenexpert Eka Turk en zijn Zwitserse collega Hugo Stam de Satanssecte OTO. De indruk ontstaat zelfs. Dat er geen wezenlijk verschil zou zijn met religieuze gemeenschappen zoals bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen. Men kan zich afvragen waarom deze experts niet duidelijk stelling nemen tegenover de Satan-cultus. Het is dan ook gevaarlijk om deze zogenaamde experts te vertrouwen. Klagenmauw-TV legt achtergronden en samenhangen bloot van het volk voor het volk. Graag tot de volgende keer.